Activist Cibrano Piqué is vanmorgen door de politie aangehouden en overgebracht naar politiebureau Keizerstraat. Piqué was van plan te protesteren tegen het beleid van de regering en had mensen opgeroepen zich aan te melden bij Onderbong. Tijdens de aanhouding hield Piqué de politieagenten voor dat hij opkomt voor zijn democratisch recht met een achtneming van de coronamaatregelen. De activist werd voorgehouden dat hij geen vergunning heeft. Bij voorgeleiding voor een hulpofficier van justitie besloot het Openbaar Ministerie dat hij moet worden heengezonden. Intussen is bekend geworden dat Piqué is vrijgelaten. Op Star News staat aangegeven dat hij een armfractuur heeft opgelopen. Met een visum van politie gaat hij voor behandeling naar een arts.